de switching concept. Dus hoe werkt een switch in het kort? Eén, doorsturen van frames. En twee, bekijken we het domein waar dat in werkt met een switch, zeg maar. Dus doorsturen van frames, dat zit op laag 2, een switch. Dat betekent dat hij eigenlijk frames doorstuurt. Wat zit er in een frame? Ja, uw data, maar ook de MAC-adressen van de toestellen die dat hem eigenlijk aangesloten heeft. Hij maakt een verschil, dus ingress, dat noemen ze het binnenkomen, de interface waar iets binnenkomt. Hè. En egress is de interface waar iets buiten gaat. Dus wat doet een switch eigenlijk? Die gaat er bijvoorbeeld langs een bepaalde interface iets binnenkrijgen en die gaat dan moeten zoeken naar waar dat jij converseert, naar welk MAC-adres. Hè. En dan gaat hij dat gaan zoeken om te zeggen, ah ja, ik moet dat daar naar buiten sturen. Hoe weet je dat uiteindelijk? Die gaat gewoon kijken naar het MAC-adres. Dus de eerste keer, als jij iets gaat sturen aan de PC dat je nog niet kent, ja, dan gaat hij dat moeten uitsturen op elke interface, zeg maar. Want je weet nog niet waar dat MAC-adres op zich bevindt. Hè. De tweede pakket dat hem gaat sturen, of de tweede frame, dan gaat hem dat nog wel weten. Dan heeft hij een tabel waar dat hem bij hoort van ah, dit MAC-adres zit op die bepaalde poort. En dan weet hem specifiek waar dat hem dat eigenlijk moet gaan doorsturen. Hè. Een hub gaat dat altijd op alles tegelijk doen. Hè. Een switch die gaat doelbewuster kunnen kiezen voor de juiste poort, zeg maar. Hè. Een ander ding dat een switch nooit gaat doen, is iets verkeerd terugsturen over dezelfde interface. Iets wat binnenkomt langs een 1 kan niet ook nog eens buiten gaan bij de 1. Hè. Dat is iets, een regel dat een switch niet kan. Je gaat geen pakket naar je eigen sturen, zeg maar. Hè. Dus de werktijd die gaat leren welke adressen dat er eigenlijk zijn. Hè. Dus hij, stel dat hij een bepaald MAC-adres zoekt waar het een frame naartoe moet sturen, hij kent dat niet, ja, dan gaat hij hem dat moeten flooden. Hè. Dan gaat hij dat doorsturen op alle poorten tegelijkertijd om te leren welke poort dat er eigenlijk is. Hij houdt dat zoals 5 minuten bij. Hè. Daarna gaat hij dat misschien opnieuw nakijken. Hè. In een tabel gaat hij dat hebben. Hij gaat niet elke keer moeten gaan flooden. Hè. Hij gaat dat ene keer doen voor uw conversatie, zeg maar. Hè. En dan gaat hij kunnen verder gaan. Een ander ding van doorsturen is de manier waarop dat je switch omgaat met zijn frame dat hij binnenkrijgt. Het een heet store and forward. Dat betekent dat hij een volledige frame binnenpakt en dat hij die helemaal ook kan nakijken. Bijvoorbeeld, je gaat een CRC-check kunnen doen op die frame, omdat hij alles eigenlijk binnen heeft. Als dat klopt, die CRC-check, dan stuurt hij eigenlijk die frame door. Hè. De cut-through switching, dat is sneller, maar dan gaat hem eigenlijk, het begin van uw frame, staat het MAC-adres al. Dus dat, hij gaat zo'n stukje van uw frame, hè, gaat hem al inlezen. Vanaf dat het MAC-adres heeft, hoef, dan gaat hem dat direct al beginnen doorsturen. Hè. En de rest gaat hem ook niet kunnen checken, want hij stuurt dat gewoon door vanaf dat hij weet waar het naartoe moet, zeg maar. Hè. Het een is zekerder, properder voor uw netwerk, een store and forward, maar heeft vertraging. Hè. En een cut-through is sneller, maar minder zeker, voor gaat ook kapotte pakketten kunnen doorsturen, zeg maar. Qua domains dan, dat je in werkt. Ja, een collision domein is eigenlijk het domein waar je botsingen op kunt krijgen. Maar dat, ja, botsingen, dat gaan we alleen maar bij half duplex tegenkomen. Dus dan gaat dat niet zoveel tegenkomen, tenzij je al dingen zo gaat instellen, hè, dat die zo gaan werken. Want op een full duplex systeem ga je geen botsingen krijgen, zeg maar. Hè. Ten tweede, het broadcast-domein. Dat betekent, een broadcast betekent dat je iets stuurt, een pakket stuurt naar iedereen in je netwerk. Dus als je een broadcast gaat doen, eigenlijk probeer je dat een beetje te vermijden, een broadcast. Want een broadcast, dat is veel rommel, zeg maar. Hè. Dat is iedereen ontvangt dat. Hè. Dat zijn pakketten die op alle lijnen zitten. Dat doe je niet graag. En een switch gaat daar eigenlijk niet op filteren. Die gaat gewoon, als zijn taak is naar iedereen iets sturen, een broadcast doen, dan doet hij dat, stuurt hij naar iedereen. Het enige wat echt zo een broadcast domein gaat breken, dat is een router. Hè. Dus dat zit wel op laag 3. Een router, die gaat, je kunt niet over een router, kunt je niet een broadcast gaan doen. Een broadcast blijft beperkt tot binnen je switching systeem. Hè. Dus stel dat er hier een router zou liggen naar die een andere switch hier, ja, dan betekent dat een broadcast enkel in dit stukje gaat doen, maar nooit in het bovenste stuk gaat werken. Dus dat blijft dan beperkt. Hè. Ja, het nadeel van broadcast, hè, dus hoe groter dat, hè, want stel dat je zou zeggen, ja, ik maak een gigantisch groot netwerk waar iedereen in zit, ja, dan krijg je veel meer broadcasts, veel meer pakketten die storen, zeg maar. Hè, en dat kan zijn dat je performantie van je netwerk daardoor wel slechter wordt, zeg maar.